dingen zien in de media. En dat je dan iets opvalt en dat je dan meteen gaat zitten denken, wat gebeurt er in die koppen van degene die die specifieke beslissing genomen heeft? Dat is niet eens meer een hobby van me, dat is een tweede natuur van me. Ik kijk bijvoorbeeld heel veel sportfragmentjes op YouTube. En gisteren zag ik een sportfragmentje, dat was een kickboxgevecht tussen twee vrouwen. En er was ook echt zo'n alles mag kickbox. Hè? Dus niet gewoon slaan, alleen maar een, je mocht nog net geen kettingzaag mee de ring innemen. Maar je mocht dus wel schoppen. En die ene vrouw die probeerde steeds die andere vrouw te schoppen voor de kop. En dat vond ik zo opvallend, want ja, dat vond ik niet zo praktisch. Ik bedoel, een hoofd bevindt zich over het algemeen boven schouderhoogte. Hè? En dus dan is dit, lijkt me dan veel praktischer dan zo'n enorme trap. Hè? Voor hetzelfde geld, ja, je verrekt even een spiertje in je lies. En als je dan de volgende dag boodschappen gaat doen met de fiets, dat kan gemeen zeer doen bij het op- en afstappen. Nou, verder viel me op bij die vrouw die schopte dat ze de teennagels keurig gelakt had. Het zag er prachtig verzorgd uit, mooi rood. En dan ga ik denken, wat gebeurt er in die kop? Hoe zit die vrouw de laatste minuut voor het gevecht zitten prepareren? Ja, ik ga dat wijf helemaal slopen. Ik sla die bitch helemaal de tering. Oeh, dat is een leuk kleurtje. En als er dan op de kleedkamer wordt geklopt. Ja, we zijn zover, het gevecht gaat beginnen. Ben je er klaar voor? Ja, momentje, mijn nagels zijn nog niet droog. Overigens begrijp me niet verkeerd, ik ben er helemaal niet op tegen dat vrouwen ook dit soort sporten doen. Mekaar op de bek timmeren is natuurlijk historisch gezien een beetje een mannending, maar ik denk dat het een grote stap vooruit is dat vrouwen nu ook toestemming hebben om elkaar op recreatieve gronden de intensive care op te hameren. Ja, het is echt een verworvenheid. Ik denk dat dat wel aantoont dat we als beschaving toch een stap vooruit aan het maken zijn momenteel. Ja.